Jan, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wie zijn wij? Ik ben Roderick, jij bent Karen, toch? Ja, precies dat. Ze samen allebei, precies dat. Iets in die taal. Ja, en het is vandaag maandag 18 maart, jongens. Ja, het is nu alweer 15:35. En het is alweer groen licht, dus we moeten alweer zo gaan rijden. Ja, dat is altijd handig. Dus, maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ah, filmen. Zo, we zijn dus nu in de Action en ik moet even spiritus hebben, als ze dat hebben. Spiritus. Dat is een hele goeie. Hebben ze? Spiritus. Dat denk ik haast niet. Als je ergens spiritus kan vinden hier, zou heel fijn zijn. Je kan het dus nergens vinden. En dat zit eigenlijk altijd in een rode fles. En anders is het zo meteen eventjes bij de, of bij de Lidl even kijken en anders bij de Hoog. Want ik wil toch nog eieren hebben. Ja! Maar ik denk het hier niet. Normaal hebben ze het wel eens, maar spiritus kan ik dus nog helemaal nergens in hier. Ja, dat is niet leuk. Nee. Kijk. Oh, handig. Dan pak ik een mandje en jij pakt een kar. Ja, joh. Ja, dat... Ja, maar ik mag niet tillen, maar het is gewoon automatisme en dat ik dat pak. Het is automatisme dat, en dat ik het pak. Nee, dat is niet prima op dit moment, want ik mag niks tillen. Nee, zit je mandje onderin. Dat je niks gekocht hebt. Zou ik gewoon ook even... welke zou ik pakken? Deze? Maar welke? De groene of de gele? Jawel, hè? Nee, je mag niet tillen. Nee, dat weet ik. En glanspoelmiddel. Nee, glanspoelmiddel. En voor je ramen. Ja, dat is toch goed? In die blauwe benen. Zo, en dan moet ik dus nog spiritus hebben. Nou, die moet ik dus ergens anders gaan halen. Spiritus. Hè? Spiritus sanctus. Wat? Spiritus sanctus. Nee, gewoon brandspiritus, Ro. Spiritus sanctus. Schat. Doe normaal, gek. Grieks. Ja, ik vind het prima. Grieks dan. Hoe zei je dat dan? Spiritus sanctus. Is dat Latijn? Nou, Angelos, als jij dat weet, ik zou zeggen, schrijf het even hieronder even in de comment. Want jij bent een leuke, lieftallige Griek, dus jij moet het zeker weten. Is dat Latijn, maar... Nou, dat en dat krijg je vanzelf wel te horen en van Angelos. Oké, apaklep, sorry. Ik vind het prima met jou, ik vind het best. Ja, en wat houdt dat in dan? Geen idee, ik weet nog steeds niet. Oké, mooi zo, hou we zo. Ach ja, wij gaan even kijken. En dan ga ik nog even naar de Lidl toe rijden. Ja. En daarna nog even naar de Hoog en dan gaan we weer naar huis. Ja. Dus als... Kijk, en dit zocht ik nou altijd, iedere keer in bij mijn auto. Oh, dat word ik helemaal gek. Dat heb ik vroeger gehad. Maar ik, dan heb ik het gevoel dat ik op word, dat ik op ben gesloten. Ja, die weg al. Die weg al. Nou, maar kijk hier, bindraad. Neem er twee, voordat het op is. Dat is één reserve. Dan maar 82 cent. Ja. En voor de auto, zeg maar. Ja, oké. Ja, het is toch groene elementen? Ja. Bindraad, ja. Ja, nee, hey. Ik vind het goed met jou. Ik vind het prima. Nou, wij gaan nu naar de kassa.
Ja. Ja, precies dat, snap je? Precies dat, ja. Ja, als je het zo gaat bekijken wel. Nou, wat ik heel kranig hoor, weet niet. Heel weinig. Nou, joehoe. Nee, daar word je vrolijk van dit. Wat heb ik hier nou aan? Nou, helemaal niks. Nee. Ze is toch met aanbiedingen, toch? Hè? Ze is toch met aanbiedingen, toch? Ja. Nou, wauw. Joehoe, joepie. Ach ja, maakt niet uit. Ga gewoon weer eens even kijken. Ja, toch? Zo niet dan, toch? Ja. Nou, we hebben weer blikjes. En Rodi gaat weer even kijken of hij weer blikjes kan scoren. Joh, zijn het vieze blikjes dan? Ja. Het is nou lekker rustig hier, hè? Het kan gewoon maar. Ja, dus en boeien. Aha. Ja, maar jij pakt dat, ik niet. Ja, maar niet de kou. Nee. Ja, je vriendin is er weer. Nee, heb ik zo geen zin in. Waar gaat ze naartoe? Ik moet net zeggen, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, ik wou net zeggen, daar heb ik echt even helemaal geen zin in, sorry. Echt nou geen zin in. Ja, ik weet niet waar ze naartoe gaat. Naar de AC of nog gelijk naar beneden. Ze kwam met de lift. Ja. Dus dan denk ik dat je dan... Naar de AC, ja. Dat kan ook. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ik heb daar echt even geen zin in. Ja. Die dus. Zijn er staan er mensen in? Nee? Hoi. Is het voor ons? Hé, hey, dat is leuk. Ja. Ja. Kijk eens mensen, hoe mooi. Kijk. Kun je even trouwens mijn achterkant filmen? Oh nee, dat kan niet. Ah, kijk. Leuk man. Goed hè? Maar dan mag jij zo meteen even beter filmen. Ja, dan mag ik. Dus dat, wij gaan even kijken bij de Jumbo. Ja. Er ligt sowieso deze trap eruit. Wat staat hier nou weer? Meet de... Ja, bij de Jamin. Daar ga je het zo wel. We staan nu helemaal een skip bijna boven. Bijna boven. Hé. Hey. Het is wel een hele mooie, maar... Schat! Je kan hierboven komen. Dit is kikker. Leuk man. Kijk dan. Ik sta gewoon even boven, jongens. Ik heb even overal schijt aan. Dit is gewoon boven, op en op het hele parkeerdek hier. Leuk man, moet eens kijken. En Ro die durft het niet waarschijnlijk. Ah! Leuk man. Ja, leuk hè? Dat is een heel leuk torentje zo. Ja. Leuk man. Een schoorsteen voor je zonnepanelen plaatsen, dat ziet natuurlijk niet op. Hè? Huh? Schoorsteen voor je zonnepanelen plaatsen, dat ziet natuurlijk niet op. Nee. Leuk man dit. Thank you.
is hier bij deze Hoogvliet, dit is lekker groot, zeg maar. Hier komen we ook eigenlijk heel te weinig. Ja, heel te weinig. Hé, hey, kom best. Kreepvroet, nee, daar ben ik helemaal niet van. Koebest. Schat, wist jij kreepvroet? Nee, ik ook niet. Helemaal goed. Bah, inderdaad, ja, precies. Bah. Nee, daar kan ik ook niet tegen. Liever niet. Maar ik moet ook nog wat zoeken voor eten voor vanavond. Dat moet ik ook zien te zoeken. En ik ga eerst even spiritus halen. Spiritus. Ergens of zo. Spiritus. Moet ik even kijken waar ze niet hebben. Waarom willen we direct ook ervan? Schat, hier, hallo, schat, je gaat te ver. Ammonia, dat kan ik doen. En ik kan ook spiritus nemen. Neem ik deze twee mee? Mag Roos zo meteen pakken. En twee ammonia. Biospiritus, vroeger hadden we de normale met rood, maar dat is het dus nou niet meer. Kost 2 euro per fles, maar dat maakt niet uit. En ammonia die kost 98 cent. Zo, dat is dat. En ik moet nou even zoeken voor eten voor vanavond, wat ik wil gaan eten. Ja. Achter ergens, schat, volgens mij de blikjes. Ergens achter zo, volgens mij. Kijk, hier hebben we allemaal dingetjes. En ik wil niet zo duur uit zijn. Ik wil gewoon iets eten, maar ik weet niet wat. Nee. Dan eens even kijken wat we kunnen eten. En ik moet ook even nootjes halen en eieren. Ja, eieren moet ik ook hebben. Zometeen sowieso ergens. Ik ga geen 5 euro uitgeven voor dat. Nee. Ik moet sowieso even nootjes hebben, sowieso, voor mijn herstel. Ik moet eiwitten hebben. En ik moet ook even eieren hebben, dat ook, sowieso. Ik weet nou niet waar ze eieren hier hebben staan, hangen, liggen. Hier niet, eieren niet. Ja, en als je hier niet zo vaak komt, ja, dan ga je zoeken waar je wel moet wezen. Ja. Ik moet sowieso eieren hebben, van die normale eieren die we altijd hebben, halen. En ik weet niet waar we dat hier moeten halen. En ik moet even luisteren naar wat ik wil zeggen. En ik moet wat eten hebben, maar ik weet ook niet of ik nog zo'n blik pakgang weet ik veel heb. En anders heb jij nog wel een blik, denk ik. Ik heb wel een blik. Hoeveel heb je er nog? 1 blik. Nog 1 blik maar? Oh, Oké, dan moet ik wat anders gaan. Ja, wat? De koekoek jij voor een tintje. Ben je niet helemaal lekker bij je pa zei of zo? Ja, voor een tintje. Die lekker makkelijk geld verdiende jij. Oh, echt af en toe? Oh, wauw, voor een tintje. Ben je niet... Oh, wauw, ja. Oh. Rood is af en toe gewoon zo'n gek als een deur. Ja, daar had ik ook al gekeken, maar... Ik moet even nootjes hebben. Nootjes. Voor mijn herstel. Kijk, dit is nootjes. Dit is ongezout. Maar ik wil eigenlijk gewoon het liefst zout hebben. Maar dat kan ik ook zelf doen. Schat. Deze is 500 gram. Voor 1,70 en ik moet ook noten van spinda's hebben voor mijn eiwitten. Dus ik neem er even 3 zakken van mee. 4 meenemen. Ja, is goed. Dan moet ik er 4 mee. 4. Er zijn nog 2 zakken over. Dan neem je die 2 nog op mee. Kijk het gratis. Nee, dat werkt niet zo hier, schat. Sorry. Eieren. Ja, goed.
anders ga ik het gewoon vragen. Mag ik jullie wat vragen? Een brutale vraag. De eieren en voor 30 stuks. Die in, ja, die al verpakt zijn, zeg maar. 30 stuks. Ja, dat heb ik al gevraagd. Malloot idioot. Ah, hier, kijk. Ja, check. Ja, ja, even kijken. De witte toch? Ja, ja, de witte. Ja, top. Dankjewel, meis. €6,41, schat. €6,41. Ja, ik moet ook eieren hebben, jongens. Voor, en voor mijn... Nee, gewoon even één tray, schat. Ja, gewoon even gewoon van 30 gauw. Oh, en ik moet eten hebben voor vanavond. Maar ik wil jou niet van even je blik roven. Nee, dus ik ga even kijken bij de diepvries, schat. Even kijken voor zo'n maaltijdzak. Dat is wel het handige, denk ik, een maaltijdzak. Wat nou? Ja, 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 ja. Je kan me de pot op, jij. En we hebben ook nog bezoek hier, hoofdbezoek. Ja, hoog en hoog, hoog, hoog bezoek. En ze werken voor de overheid. Ja, ik moet even kijken voor wat ik nog ga eten. Ik wil gewoon even niet meer kijken. Dit soort dingen, even kijken. Kijk, rost is, daar ben ik niet zo van. Maar ik wil gewoon van die, ja, voor jou, ja. Lullo. Ja, duh. Je kent me wat met je duh. Wat zou ik eten? Ik weet het niet. Help mij even. Ja, maar dan moet ik weer rijst in gaan koken. Daar heb ik geen zin in. Ja, je wordt gek van mij, hè? Ja, een beetje maar. Ja, ik weet het. Maar ik, schat, ik weet gewoon niet wat ik wil eten. Sorry. Ik kan er ook niks aan doen dat ik even... Ik weet het gewoon niet. Mag het eens een keer? Dat ik het gewoon even niet weet. Ik weet het gewoon even een keer niet. Nou, joh, dat is erg. Eens even kijken, wat ga ik eten vanavond? Als je erbij wil, moet je erbij. Moet je gewoon langs gaan. Ik weet niet wat ik moet eten, jongens. Echt niet. Ik weet het echt gewoon niet. Kijk, dit is ook stervensduur. Dit is echt gewoon, hier, dit slaat helemaal nergens op. Dit slaat echt gewoon helemaal nergens op. En ik heb ook nog wel genoeg in de vriezer, maar het slaat gewoon nergens op. Ik weet het gewoon niet, nee. Ik weet het echt niet. Nou, ik ga eens even kijken waar Roa het hangt en wat ik eventueel kan gaan eten. Want ik moet echt eten en anders gewoon... Ik heb nog macaroni, spaghetti, rani, heb ik ook nog. Hi. Hi. Maar ik weet het gewoon niet. Ik zit even... Ik wil gewoon iets makkelijks eten, maar ik heb geen zin om de hele tijd in die keuken te gaan staan. En vooral nu nog niet. Ik wil wel weer gaan koken en alles, maar mijn... Ik ben al nu al gewoon al heel erg moe. Dus ik moet er echt even weer gaan omdenken nu. Want ik doe alweer te veel. Ik moet gewoon zometeen echt weer eventjes gaan slapen. Maar voordat ik ga slapen moet ik eerst even wat gaan eten. Want ik word gewoon chagrijnig. En dat is niet goed, niet. Nee. Ik word gewoon echt chagrijnig. Maar ik moet gewoon wat eten. Maar ik weet niet wat ik moet gaan eten. Echt niet. Ik weet echt gewoon niet wat ik moet gaan eten. Het is echt schande dat ik het gewoon niet weet. Echt niet. Het is allemaal duur, 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 duur. Hoe duur is deze? €4. En hier kan ik 3 dagen van doen volgens mij. Bij mijn koring. En dan gewoon met een eitje bakken erbij. Ja, maar dan heb ik liever even dit gewoon eventjes opwarmen.
En dan die pakken. En hier kan ik bedik 3-4 dagen mee doen. Dit is dan bij mijn goreng heb ik nou gehaald. En dan voor 3,95. Ja, en dan hebben we ook nog wel een nasi goreng, maar ik laat het hier even lekker. Ja, maar dan denk ik dat en dat op mijn neus uit gaat komen, schat. Ja, dag. Ja, dat weet ik wel. Maar dan moet ik zoveel gaan invriezen, schat. Nee, moest kijken qua verschil, qua prijs, Roop. Ben je goed? Schat, een kleinere portie. Laat zien. En die bami goreng is daar 3,59. En hiervoor, en voor zo'n pak, dit is hoeveel? Dit is een kilo en dat is hoeveel? Die kleine. Laat zien, kom eens. Ja, maar hoeveel? Dit is 350 gram. Ben je niet goed? Je bent echt niet goed, jij. Ja. En gewoon een ei. Ja, hier zit ook al vlees door, schat, de patat. Ja, maar hier heb ik never nooit aan genoeg aan, Ro. Qua vlees, doe het met de koekoek. Ik vind het goed met jou. Daar zijn we, inderdaad, bij de Lidl. Krijg je niet voor elkaar, krijg je niet voor elkaar, ofwel, nee. Krijg je niet voor elkaar. Prima. Maar wat jij wou, dat krijg je lekker niet en niet voor elkaar, schat, sorry. Ja, hè? Jammer, hè? Nou, die. Helemaal goed. Gaan wij lekker naar binnen. Kijk, alsjeblieft. Dat is leuk. Dus. Lekker man. Schappig gezellig. Nou, ik heb weer wat lekkers in de kar liggen. Dat zijn aardappelschaafjes. Ja, ik weet niet eens of jullie het hebben gezien, maar we hebben het maar niet uit. Maar ik heb het wel in de kar. Ja, precies dat. En nu eens even kijken voor schoonmaakmiddelen. Schoonmaakmiddelen, schat. Ja, precies dat. Schoonmaakmiddelen moet ik hebben. Zo, meteen. .nl. Echt zoeken. Zoek en ga ze wat vinden, zeggen ze wel eens. Ja, precies dat. Schoonmaakmiddelen. Ergens. Nou, dat zie je bij zitten. Hier. Terenvoeding. We moeten gewoon even zoeken. Kijken, zoeken. Kijk, hier. Ik moet even wachten. Ook even op andere. Dat is leuk. Ja, ik weet het. Hier, I know. Maar ik moet spiritus hebben. Maar ik weet niet of dat hier hebben, spiritus. Duh. Denk daar eens niet. En dat waarschijnlijk en bij de... Hoogvliet wel, maar hier niet. Ik zie hier geen spiritus. Ja, dat is een liter. 70 cent. Nee, daar even twee mee dan voor meenemen. Twee flessen, dan ga ik even 2 liter. Ja joh. En sowieso nog even zo eventjes bij dingen, of hoe heet dat? Spiritus meenemen. Ja. Ik wil wel even zelf een hele hoop maken voor Kroatië. Wat denk jij? Lekker. Denk wat ik nou weer aan het doen ben. Ik denk inslaan voor de vakantie Kroatië. Oh ja, wat zeg ik nou? Ik praat nou eventjes een beetje met mijn mond voorbij. Dit mag even heel veel en geknipt worden. Ik praat nou mezelf met mijn mond voorbij. Ja. Ja, maar ik vind die heel duur. Duur is dit. Ja. Ja, alleen, ik zie wat iemand anders wel lekker vindt. En het is hier, Doritos. 1,70. Nee. Sippy. Bij de Jumbo was die wat duurder. Ja, duurder. Ja, natuurlijk. En de aardappeltopjes, ook lekker. Ja, maar die zijn duur. 2,5 Die zijn duur. Dan heb ik een tweede. Hè? Dan heb ik de tweede wel. Ja, ik vind het goed met jou. Haha, ik vind het goed met je. Erwtensoep. Voor 2 euro. Hè? Nee, Ro. Dat is... Ik kijk toch daarnaar. Ja, je staat te kijken bij de pas. Nee, daar kijk ik naar. Ja, en Roderick die zit dan dit, popcorn. Maar ik kijk dus daar naartoe. Dus Ro die zegt proper. Ja, dat zie ik. Maar dat hoef ik niet.
Ja, maar ik moet die. Nou, niet moet, maar ik wil gewoon kijken. Nee, jaha, ik kijk. Jaha, ik kijk al. Jaha. Jij bent vervelend. Ro, je bent nou vervelend. Ja, dat weet ik. Maar ik weet niet hoe duur het is, toch? Dat staat er niet bij, toch? Het is gratis. Daar heb ik het over. Dat is wat ik bedoel. Het is gratis. Want ja, en er staat geen prijs bij. Dus het is gratis. Helaas niet, maar oké. Dus ze gaan er ook niet op in, dus ja. Ga jij maar scannen dan voor mij. Helemaal goed. Alleen ik mis gewoon mijn prijs. Die vent van mij, die spoort echt soms niet hoor. Echt niet. Serieus niet. Ja, ga jij maar lekker naar de scanapparaat. Helemaal goed. Boodschap is gedaan, zoals jullie weten. En Ro is dus nu. Die neemt dus nu de hondjes mee naar huis. En daar loopt hij. Terusten. Kwart en een negen. Ja, is goed, schat. Doe ik. Kwart en een negen. Ja, is goed. Doe ik voor je. Hè? Huh? Wat? Ja, is goed. Niet, jammer. Wou het net en net doen. Doe je. Dag Sinterklaasje. Dag. Doei. Oh, wauw. Daar ligt het dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.